Welkom bij de Feest der Poëzie podcast. Mijn naam is Simon Mulder. Ter gelegenheid van het 200ste geboortejaar van Charles Baudelaire en de bijbehorende voorstelling bij de Nieuwe Liefde in Amsterdam brengen wij, in samenwerking met uitgeverij Het Moed, een nieuwe bloemlezing uit het werk van deze decadente Franse dichter, getiteld Le Poison, oftewel Het Gif, vertaald door meestervertaler Peter Verstegen en samengesteld door mijzelf. In deze podcast kunt u voordrachten uit deze bloemlezing verwachten, maar ook interviews en liederen op teksten van Baudelaire, waaronder de première van een nieuw lied op het titelgedicht Le Poison door componist Christian Blaga. In deze aflevering staan we stil bij een favoriet drankje van Baudelaire en van zijn tijdgenoten, de absinthe. En we beginnen daarom ook met een gedicht dat vertaald is door Robert de Douce uit het originele Frans van Eugène Vermeers, het sonnet van de absinthe. Vloeiend smaragd, in amberglans getinte stromen, in het peinzend noorden, hier om het vuur, ons zielsgenot. Absinthe, dat groene gif, hashish, die maakt dat God de mens benijdt, gelijk een paard dat zich liet tomen. Als weer de wintervorst het land had ingenomen, rillend, met rode neus, verkild tot op het bot, hoe dikwijls hebben wij toen in jouw morsig kot, mijn oude filosoof, de kaarten opgenomen. Om 5 uur werd het tijd wat met Moreau te praten, die oude drinkenbroer, wulps zwalkend door de straten, Bacchus van het trottoir, als een teniers zo mooi. Met alles spotten wij, Satan en het straatagentje, God, dromerige reus, en Amor, koddig ventje, de galg, die winkelhaak, de dood, die lichte kooi. U hoorde het sonnet van de absinthe van Eugène Vermeers. Inmiddels bij mij aangeschoven is Jan Douma van distillerij De Groene Vee en Akvelds artisanale absinthe. Welkom Jan. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ja. Je kan ons alles vertellen over absinthe. Ik ben reuze benieuwd, deze distillerij. Kun je daar meer over vertellen, De Groene Vee? Ja, De Groene Vee, ten eerste de naam, is dat die is niet zomaar op een goede mooie zondagmorgen ben ik erop gekomen. God, laten we ons De Groene Vee noemen. Maar de Franse poëtische benaming voor absinthe is La Vée Verte. En in het Nederlands vertaald is dat De Groene Vee. Daarom hebben we de distilleerderij zo genoemd. En de absinthe die we maken, ja, we maken diverse absinthes. Mm-hmm. Maar ons hoofdmerk is dan Akvelds artisanale absinthe. En er kwam een vriend van me, Ton Akveld, die is daarmee begonnen. En die is ernstig ziek geworden in 2013. En toen belde zijn vrouw mij op van, Jan, wil je mij komen helpen om de boel te ontmantelen? Mm-hmm. Ik zei, natuurlijk wil ik dat doen. Maar ik zeg, ja, dat is toch eigenlijk zonde om dat te ontmantelen. Weet je. Nou, toen ben ik gaan praten met een vriend van me, Sjaak. En toen zijn we er eigenlijk allebei enthousiast over geworden. En toen hebben we besloten het samen over te nemen. En dat, het recept van de Akvelds artisanale absinthe, ja, bestaat uit de 3 grote kruiden in ieder geval. Ja. Ik zeg altijd maar zo, de heilige 3-eenheid. De heilige 3-eenheid. Venkel, alsem en anijs. Als dat er niet in zit, is het geen absinthe. Mm-hmm. Ja, er zitten meer kruiden in hoor. Ook engelwortel, fenegriek en hyssop en een heleboel andere kruiden. Ik weet ze allemaal niet uit mijn hoofd hoor. Want we werken altijd vanaf een recept. Maar het zijn allemaal biologische kruiden die we gebruiken. Mm-hmm. Maar wat je doet is, we nemen alcohol, zuivere ethanol, graanethanol gebruiken we dan. Daar doen we dan de kruiden in. Dat laten we dan eerst een paar uur macereren, heet dat. Dan worden alle geursmaak en kleurstoffen die worden in de alcohol opgenomen. Dan vervolgens doen we daar water bij. Dat zit dan in de alambiek. En dan gaan we de alambiek optuigen. Met roggemeel doen we het allemaal afdichten.
En als je het dan gedistilleerd hebt, dat komt dan uit de looptuit, komt er dan een heldere drank die je dan ziet lopen. Dat lijkt op water, want er zit verder geen kleuring aan. En wat we dan doen, is dat we een deel van de absint na de stook halen we eruit. En die doen we in een soort soepketel. Die verwarmen we dan tot een graad of 50. En dan gaat daar, zoals je het op zijn Frans zegt, een bouquet garni in. Mm-hmm. Dan gaan daar kruiden in. Groene kruiden die gaan erin. En dan wordt de drank wordt dus gekleurd met chlorofiel, met bladgroen. Dus we doen niks met chemicaliën of kunstmatige kleurstoffen. En ja, als de drank dan klaar is, we gaan het bottelen, doen we het ook in een donkere fles. Want ja, chlorofiel wordt afgebroken door zonlicht. Dus ja, je moet de drank ook een beetje beschermen. En dan doen we het in een donkere fles. Ik heb wel eens gehoord dat je inderdaad, als je wilt weten of een absint natuurlijk gekleurd is, dan kun je hem in het raam zetten op de vensterbank. En dan, als die bruin is geworden, dan is het jammer van de kleur van je absint. Maar ja, dan weet je in ieder geval dat je geen rommel hebt. Ja. Ja, wat je ook kan doen, als je een fles koopt en je zit in een natuurlijke absint en je zit gewoon in een heldere fles en je ziet dat die groen is, ja, dan moeten alle alarmbellen gaan branden. Dan heb je waarschijnlijk rommel te pakken. Kijk eens aan, dan is het niet natuurlijk gekleurd. Nee, dan is het niet natuurlijk gekleurd. Dan komen we inderdaad op het punt ook van hoe je het bereiden moet. Dus je hebt een mooie fles, goede artisanale absint gekocht. Ja. En daarna is er het ritueel. Ja, dan is er het ritueel. Dan heb je, ja, wat ik dan doe is meestal een Périgord glas nemen. Dat is een wat dikker glas van ongeveer 17 centimeter hoog. En daar doe je dan een laagje absint in. Meestal tussen de 15 en de tussen de 15 en 20 cc. Het is iets minder als een borreltje. Maar het moet ook wel. Die absint is 68%. Mm-hmm. Dus die heb je ook niet zoveel nodig. Dan leg je op dat glas leg je een absintlepel. En dan kun je eventueel kun je daar een suikerklontje op leggen. En dan plaats je hem onder een absintfontein. En die absintfontein is dan gevuld met ijs en met water. En dan zet je hem een beetje onder het tuitje. En dan draai je het kraantje open. En dan zie je dat er ijswater op gaat druppelen. En wat er dan gaat gebeuren is dat het ijswater komt in de absint terecht. En de absint is een heldere groene vloeistof, een transparante vloeistof. Het is groen van kleur, je kunt er doorheen kijken. Maar wat er dan gebeurt is dat je voegt het koude water toe. Omdat je het, er moet nogal wat water in hoor. We zeggen twee keer zoveel water als absint. Dus een verhouding van 1 staat op 3. Dus 1 deel absint en 2 delen water. En als het proces bezig is, dan zie je de louche ontstaan. Dat is een vaagheid. Dan wordt het glas troebel. Dan is het net alsof je een glas water hebt en een scheutje melk in is gedaan. Met een groene zweem eroverheen. Mm-hmm. Zo ziet het er dan uit. En het gaat dan ook heel erg naar anijs ruiken. Want wat er gebeurt is, doordat je het het glas afkoelt, weet je, de vloeistof afkoelt, en je doet het relatieve alcoholpercentage verlagen, dan kunnen de etherische oliën, met name van de anijs, die kunnen niet langer opgelost blijven in de alcohol. En dan gaat het beslaan. En op zijn Frans noem je dat de louche. Dan wordt die troebel en vaag. En dan komen ook de aroma's eruit. Want als je dan zo'n glas inschenkt, ja, de hele kamer is gevuld met een anijsgeur. Ja. Heerlijk. Ja, ja. Het water loopt mal in de mond. Nou, helaas geen absint bij ons momenteel. Maar nee. Je noemde de absintlepel en de absintfontein. Kun je beschrijven hoe die eruit zien? Nou, een absintlepel, dat is een lepeltje ook ongeveer van zo'n 17 centimeter lengte. Het lepelgedeelte is dan, wat je mijn lepel de bak noemt, die is dan plat en die is kunstig opengewerkt, dat net een soort zeefje lijkt. En in de steel zit een soort hobbeltje, dat die op de rand van het glas blijft liggen. Mm-hmm. En dan kun je het suikerklontje, kun je dan op wat je dan de bak noemt, die opengewerkt het platte stuk, daar kun je het suikerklontje op leggen. En dan kun je het water op laten druipen. En dan komt dat vanzelf in het glas op zin terecht. Mm-hmm. En de absintfontein? De absintfontein, ja. We hebben ik heb een mooie absintfontein. Het is verzilverd koper. Maar dat is, zeg maar, dan lijkt het net op een zilveren voet. Ja, die is rond, ongeveer 20 centimeter in doorsnede. En dan gaat hij, zeg maar, een beetje taps, loopt het zo omhoog. Mm-hmm. Tot een centimeter of 30, denk ik, hoogte. En daarbovenop zit een kristallen vat. Met ook een puntig zilver deksel. En onder dat kristallen vat zitten 4 tuitjes. Met elk een kraantje.
En dat vat vul je met ijsklontjes. En vervolgens doe je de ijsklontjes, doe je dan water bij, tot die aan de rand gevuld is. En dan laat je het even staan en dan heb je dus smeltwater van 0 graden Celsius. En dat is graag wat je in het water dat je in de absint doet. Ja, dus je voegt ijswater toe, dat kan ik goed begrijpen vanwege het enorme alcoholpercentage en het feit dat je die aroma's losvult. Ja. En de suiker, wat is daar de reden voor? Nou, de alsem, de absintalsem die erin zit, waar de drank ook zijn naam aan dankt, dat is ook een van de 13 bittere kruiden uit de Bijbel. Ja, ik begreep ook dat men rond 1900, toen de absint zeer populair was, ook nogal een zoete smaak had ten opzichte van nu. Het is veel zoeter. Dat zou ook mee te maken kunnen hebben misschien. Ja, dat zou er ook mee te maken hebben gehad, ja. Ja. Dan gaan we inderdaad even terug naar de geschiedenis van de absint. Ja. Want het is heel populair geweest onder kunstenaars en schrijvers. Ja, dat klopt. In het Frankrijk van de 19e eeuw met name. Hoe kwam dat eigenlijk zo? Nou, wat je hebt met absint, als je dat drinkt, en dat heb je bijvoorbeeld ook als je een vodka drinkt of een ander drankje, dan krijg je de roes van de alcohol. Maar drink jij bijvoorbeeld, ik noem maar wat even een vodka of een andere drank, en je hebt er flink wat van op, dan is er op een gegeven moment, dan vallen je ogen dicht en dan val je in slaap. Maar doordat in absint Toujon zit, dat is dus een terpeen, dat heeft een soort uitwerking op het menselijk lichaam als speed. Je gaat er niet van trippen. Je gaat er ook niet van hallucineren of andere rare verhalen die je erover hoort. Het enige wat het doet, is dat het zorgt dat je je werklust niet kwijtraakt. Dus je kunt drinken, je kunt in een roes geraken en daardoor inspiratie opdoen. Maar door de Toujon blijf je je werklust behouden. En dan kun je lekker doorgaan met dichten, schrijven, schilderen, beeld houden. Ja. En ondanks deze populariteit is het verboden geraakt begin vorige eeuw? Ja, dat klopt. Het is begonnen in het jaar 1907 in Zwitserland. Dat is als eerste verboden geraakt. En als laatste in Frankrijk op 7 januari 1915. En in dezelfde periode had je in de Verenigde Staten de Prohibition. Dat was ook een gevolg daarvan. Alleen daar was men nog meer rigide en werd alle alcohol verboden. Maar er waren twee beschaafde landen, zal ik maar zeggen. Er waren Spanje en Portugal. Die hebben zich er niets van aangetrokken. En daar is absint altijd mogen blijven bestaan. Maar van oorsprong is het een Zwitsers drankje. Het stamt al uit de 11e eeuw. En het was een panacee. Een middel tegen alle kwalen. Mm-hmm. Zeg maar, dat is eigenlijk de Zwitserse Haarlemmerolie. Oh ja. Juist, ja. Net als veel sterke dranken oorspronkelijk als geneesmiddel begonnen. Ja. En een van de andere redenen dat kunstenaars en schrijvers massaal overstapten op de absint was de grote mislukking van de wijnoogst eind 19e eeuw. Ja, dat klopt. Ja, zo rond 1870, toen kwamen er transporten vanuit de Verenigde Staten van landbouwproducten, kwamen er twee plaagdieren mee, de Phylloxera, de druifluis en de Colorado-keven. De Colorado-keven veroorzaakte Vitoftera, dat is een aardappelziekte. Het heeft miljoenen mensen de dood ingejaagd op het vasteland van Europa. Zwaarst getroffen was Ierland met de Great Potato Famine. Mm-hmm. Maar naast dat gebeurde had je ook de druifluis, en dat is een wortel-etende parasiet. En die tasten de Europese druivenrassen aan. En die waren niet bestand tegen een Amerikaanse parasiet die ze niet kenden. En toen in een periode van tussen 1870 en 1873 zo'n beetje zijn alle Europese druiven uitgestorven. Mm-hmm. En toen moesten de wortelstokken vanuit de Verenigde Staten gehaald worden. En die moesten weer opgebouwd worden. Ja, als je begint met een wijngaard die afgestorven is, het duurt zeker een jaar of 30 voordat die operationeel is. Dus je kan grofweg zeggen van tussen 1870 en 1900 was er geen wijn beschikbaar. En dronken mensen alleen absint. Mm-hmm. En toen kwam de wijnindustrie met de boze verhalen hoe gevaarlijk absint wel niet was. En dat het verboden moest worden. Weet je, dat is het. Het was gewoon vreselijke indianenverhalen. Mm-hmm. Het ging over, ik ben de man zijn naam vergeten, maar het was een moordenaar in Zwitserland. Die had zijn gezin uitgemoord en nog een paar andere mensen. En die had een heleboel gedronken en ook een glas absint. Nou, dan is het al duidelijk waar het aan gelegen heeft. Ja. Aan dat glas absint natuurlijk. En men verzon een term absintisme. Ja, dat is ook nog absintisme dat bedacht is. Zeg maar, in Nederland is het absintverbod op 1 maart 2005... is dat door de Hoge Raad onverbindend verklaard. Met als motivatie dat de Hoge Raad zei dat de toenmalige regering in 1909 ervan uit is gegaan van het vermeende feit dat je van het drinken van absint absintisme zou krijgen en dat absintisme een dodelijk verlopende ziekte is.
Maar daar absentisme een niet bestaande ziekte is, en niet bestaande ziekten ook niet dodelijk kunnen verlopen, is het absintverbod onverbindend verklaard. En dat is inmiddels op heel de wereld is dat. Je mag overal weer absint drinken. Oh, en terecht dus blijkbaar. Ja, terecht. Ja. Ja. Ja, je hebt ook nog een kleine broertje of zusje van de absint. Dat is pastis. Mm-hmm. Want de belangrijkste absintstoker, dat was Henri Pernod. Die kwam uit Zwitserland vandaan. En toen in 1907 in Zwitserland het absintverbod werd geïntroduceerd. Toen is hij verhuisd naar Pontarlier in Frankrijk, in de Jura. En toen is hij daar zijn absint gaan maken. Maar toen in 1915 het absintverbod in Frankrijk kwam, toen zei hij, weet je wat, ik handhaaf dit recept. Ik haal alleen uit het recept van de absint, haal ik de absintalsem. En de drank die ik overhoud, die noem ik pastis. En dat is een hele populaire drank in Frankrijk. Hè. Die is het meest bekend onder merknamen Ricard en Pernod. Yes. En pastis, dat kun je dus zeggen, ja, niet om profaan taalgebruik te bezigen, maar eigenlijk is het een gecastreerde absint. Het is absint zonder absintalsem, zonder de pit die erin zit. Zonder de pit. Ja, dat is het eigenlijk, ja. Ik denk dat wij dan eigenlijk al een paar mythen hebben ontmaskerd rondom de absint. Zijn er nog andere mythen die we absoluut uit de wereld moeten helpen? Wat mij nogal stoort, dat is bij drinken van absint, dat noemen ze dan de boheemse methode. Mm-hmm. Dat is als je een glas neerzet en je doet daar het absintlepeltje erop met het suikerklontje, dat je over het suikerklontje heen de absint in het glas schiet en dan vervolgens het suikerklontje in brand steekt. Ja, ik vind het vreselijk. Het is wat mij betreft blasfemie, zeg maar, als je dit doet. Ja, en het heeft ook geen enkel nut. Want wat er gaat gebeuren is dat je de suiker ga je karamelliseren en er komt een hele andere smaak aan de absint komt er te zitten. Ik zou zeggen, doe dat alleen met een absint van deplorabele kwaliteit die niet te drinken is. Dan kan je op die manier de smaak maskeren. Dat is de enige reden. Juist. Maar ja, als je een goede absint hebt, ja, je verziekt echt de drank ermee. Ik zou het niet doen. Weet je, het is echt. Ik kan er wel om huilen, zal ik maar zeggen. Ja. Als ik het zie gebeuren. Ik vind het vreselijk. Een mooi product als een mooie artisanale absint. Moet je dat absoluut niet aandoen, dus. Jan Douma van distilleerderij De Groene Vee. Hartelijk dank voor deze instructie en toelichting. Graag gedaan. Dank je wel, Simon. Dan gaan we nu luisteren naar het titelgedicht van de bundel Le Poison, het gif. En vervolgens naar de première van de toonzetting door Christian Blacha, gebracht door pianist Daan van de Velde en sopraan Anna Majszak. De wijn verleent het smerigst dranklokaal meteen een wonderlijke weelde, doordat er in zijn rosse gouden waas zo menig mythisch zuilengewelf verscheen, als een zonsondergang aan nevelige hemel. De opium verruimt de wereld, en het meest wat zelf geen eind wil nemen, verdiept de tijd, verhevigt onze zinnenweelde, en vult tot berstens onze geest met duistere, melancholieke zaligheden. Dat alles doet het gif dat uit jouw ogen stroomt, ogen zo groen, toch nooit vergeten, die vijvers waarin mijn weerkaatste ziel moet beven. Een hele drom van dromen droomt dat hun die wrange poelen water mogen geven. Dat alles evenaart het wonder niet, zo groot van jouw invretend speeksel, waarin mijn ziel sereen verzinkt als in een lete, en dat haar naar de rand des doods in machteloze duizeling heeft weten mee te slepen. Thank you.
U hoorde Le Poison, een nieuwe compositie door Christian Blaga, uitgevoerd door sopraan Anna Majszak en pianist Daan van de Velde. Over de wijn, de opium en de tranen van zijn geliefde met groene ogen, ongetwijfeld geïnspireerd door de absint. En daarmee eindigt deze aflevering van de Feest der Poëzie podcast, gepresenteerd ter gelegenheid van het 200ste geboortejaar van Charles Baudelaire. Deze aflevering werd gesteund door Amerpodia, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Zabawas, Stichting Lyra en het Halbertsma Santé Fonds. Le Poison, het gif, de tweetalige bloemlezing uit het werk van Baudelaire, vertaald door Peter Verstegen, met een handgedrukt omslag door Josias Bonen en ontwerp van Steven Teunis van Armée de Ver, is verkrijgbaar via de website van het Feest der Poëzie, via uitgeverij Het Moed of via de boekhandel. Ik dank hartelijk onze studiogast van vandaag, Jan Dauma, en ook liedduo Anna Majszak en Daan van de Velde, en voor geluid en montage Boukbouwmeester van Studio Beng. Vond u het mooi? Dan kunt u ons steunen door het kopen van onze uitgaven of met een financiële bijdrage. Meer informatie is te vinden op onze website feestderpoëzie.nl. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.